Hallo iedereen en welkom in de video waarin dat we de luchttekens gaan doen. Dus het is Waterman Weegschaal en Tweelingen. Ik heb vanochtend nog niet veel gesproken, dus ik denk dat het wel hoort aan mijn stem. Ik ben ook alleen thuis, dus er is niemand om tegen te spreken. Dus mijn stem is nog aan het opwarmen blijkbaar. Maar dus, als je de andere twee video's al gezien hebt van water en aarde, dan weet je ondertussen hoe dat werkt. Dus je gaat naar je astrologische kaart, je gaat kijken waar dat je noordnode in staat. Je kijkt naar de zodiacteken en dan ook het huis. En dus als je de zodiacteken waterman, weegschaal of tweelingen hebt, dan is deze video voor jou. Of als je de noordnode in je 11e, je 7e of je 3e huis hebt. Dus we gaan beginnen met de waterman. En die zijn ook verbonden aan het 11e huis. Dus we gaan kijken, wat is de uitdaging voor watermannen of noordnoden in het 11e huis? En we krijgen power omgekeerd met understanding and reality. Oké. Dan gaan we zien wat dit verder meer over gaat. Ik kreeg al heel veel dingen door, maar ik kan natuurlijk nog meer geven. We kregen ook de Soulmate tweelingvlamkaart. Het gaat ook over angsten verder loslaten. En om eigenlijk kracht te vinden in het niet weten. In het niet vanuit het volledige logische denken, je wereld te willen vormgeven, maar, oh my god, zo mooi hoe dat de kaarten altijd samenkomen. Dus aan de onderkant krijgen we de liefdes, of de hartkaart eigenlijk, met vervulling, passie, liefde, verlangen, affectie. En dat is eigenlijk de onderliggende boodschap, want dat is waar je uiteindelijk toe geduwd wordt, naartoe geduwd wordt. Want we kregen de brugkaart met samenwerking, communicatie. Maar we kregen dus ook Uranus, met, die verbonden is ook met de Fool-kaart in gewone tarot. En die dus te maken heeft ook met een nieuw pad, maar een nieuw pad waarin dat je eigenlijk nog niet goed weet, je hebt nog niks van ervaring. En je bent daar nog nooit eerder geweest. Dus het is volledig nieuw voor jou. Maar dan krijgen we ook de boek met verborgen kennis, mysterie, de unknown. En als laatste krijgen we de spirit card. Met allow, laat het gebeuren. Vertrouw divine timing. En wees aanwezig in het nu. Dus je grootste uitdaging in november zal zijn om je leven op een andere manier te gaan vormgeven. Eigenlijk een beetje te gaan leven zoals ik leef, om het zo te zeggen. Maar daarmee weet je natuurlijk nog niet hoe dat dan precies is, of misschien wel, ik weet het niet. Maar dus, het gaat erover dat de obstakels die je op je pad krijgt, dat je die niet vanuit puur enkel alleen maar 3D gaat gaan bekijken, maar vanuit dat hogere. Vanuit, het is een kans om iedere keer bewust in het onbekende te springen. Om vanuit de verbinding met je ziel en spirit en al hetgene dat onzichtbaar is, om van daaruit actie te ondernemen. En dus ook meer vertrouwen te krijgen en meer verbinding, eenheid te vinden in al die dingen om jou heen. Wauw. Wat is jouw talent en kracht om hiermee verder om te gaan? Ik hoor dat ik waterman had. Nee, laten we zeggen dat we die fase al gepasseerd zijn. Maar het is een hele, als je ervoor open staat, is het een heel mooi pad. En kan november een heel krachtige maand voor jullie worden. Wat is de kracht en talent voor de mensen met noordnoden in Waterman of noordnoden in het 11e huis? En vergeet dus ook niet te kijken naar de andere huizen of zodiacs. Bijvoorbeeld ook een hele interessante is dan gekeken waar dat de
je tweelingvlam bijvoorbeeld, of je partner de noor nodig heeft, of je kinderen bijvoorbeeld, omdat je dan ook gaat begrijpen waar dat zij doorheen gaan. Plus, als je bent zoals mij, dan heb ik bijvoorbeeld je noordnode in één teken. Bijvoorbeeld, ik heb mijn noordnode in kreeft. Maar het staat verspreid over twee huizen. Nu, je zou zeggen, dat kan niet. Nee, voor een stuk niet. Maar als je wat meer ruimer boodschappen wilt ontvangen, de aanvullende boodschappen, dan kan je ook gaan kijken naar dat huis die ernaast staat. Wat je ook kan doen, is kijken waar jouw zuidnode is. En dan gaan luisteren naar de boodschap. Dus bijvoorbeeld als je nu zuidnode in waterman hebt, dan is dat ook een heel goede idee om deze boodschap te gaan luisteren. Omdat je weet, van dat is iets wat ik van nature uit op mijn vorige leven al heb gedaan. En nu moet ik eigenlijk de andere kant gaan doen. Dus het zijn aanvullende boodschappen. Dan we proberen ervoor te zorgen dat elk ding dat we meemaken in ons leven een zin maakt. Ik krijg maar geen talent en dingen. Dan zie ik. Wat is talent en de kracht voor de watermannen in Noordnode? Of Noordnode in het Aalste Huis? Oké. Dan gaan we een ander leg pakken. U vraagt twee draaien. Wellicht dat in dat dek dat ik daarnet had, niet de boodschap kon eruit komen omdat hij er gewoon niet in zit, dus dat hij in een ander dek zat. Dus dat is oké. Wat is hetgeen van talent en kracht om met deze uitdaging om te gaan? Hopla, dat was het. Nog één? Nee, oké. Nee, het is voldoende hoor ik, dus dat doen we dan. Met één kaart. We willen altijd meer natuurlijk. Hè. Oeh. De kaart is mirror. Ik ga hem zo houden, zodat je dan misschien een screenshot kan nemen. En als reminder kan zetten en gebruiken voor november. Omdat je hebt enerzijds het blauwe. Blauwe is verbonden met die waarheid spreken, je keelchakra. Maar het anderzijds ook die... Het lijkt op rozen. Rozen. En bij de meesten dan denken ze aan liefde. Maar de combinatie met blauwe doet me denken dat je eigenlijk gaat van... Hetgeen wat ze zeggen is gaan van persoonlijke liefde naar onvoorwaardelijke liefde. Waar dat je vanuit liefde gaat tussen ik en jij, ik en de ander, ga je naar... Liefde tussen alles wat is. En dat is een van de lessen dat we ook leren, zeker ook als tweelingvlammen, en we dan ook een voorbeeld in zijn, is dat onvoorwaardelijke liefde is niet alleen ten aanzien van jezelf of ten aanzien van je tweelingvlam. Onvoorwaardelijke liefde is ten aanzien van alles en iedereen. Dat wil dan niet zeggen dat we alles laten toestaan en alles laten gebeuren. Nee. Wat dat wel wil zeggen, is dat je telkens die reflex maakt om vanuit een hoger standpunt te gaan kijken naar wat er gaande is. En die mensen te zien voor wat ze zijn en daarin een stuk ook zachter worden. Dat was voor mij ook een hele belangrijke les dat ik had te leren. Want wanneer je het potentieel ziet van mensen, is het moeilijk om je neer te leggen bij het feit dat ze zichzelf klein houden of zichzelf constant saboteren. Maar ook daarin... Het is belangrijk om te zien dat het niet aan jou is en niet jouw verantwoordelijkheid is om hun problemen op te lossen of hun antwoorden te geven of wat dan ook. En wat is dan extra advies voor de mensen met noordnode en waterman of noordnode in het Aalste Huis? We hebben thunderstorm met trouble, out of control, energy shift, conflict. Maar ook opportunity to overcome. Dus wanneer je inderdaad in een tower moment zit, zoals dat ze het zeggen in de tarotwereld,
dan wanneer dat dingen afbrokkelen, wanneer dat dingen kapot gaan, wanneer dat dingen lijken af te sterven, dan heeft dat zijn reden. En kijk maar wat de natuur doet in de herfst en dan uiteindelijk de winter. Want de bomen lijken, de planten lijken dood, maar eigenlijk onder de aarde, waar we het niet zien, daar is er zoveel leven, daar is er zoveel dingen gaande. Maar die boom bijvoorbeeld, of de natuur kiest op dat moment om de energie dat er is, daar te gaan sturen waar dat op een positieve manier gaan stroomt. Het heeft geen zin als de uiterlijke omstandigheden er niet zijn en niet gunstig zijn om nieuwe bladeren te laten groeien. Dan is de verspilling van energie om dat dan toch te gaan proberen. En dat is jouw boodschap ook, jouw extra advies. Want de andere kaart is Roadblock. Probeer niet halsstarrig vast te houden aan dingen die lijken kapot te gaan. Omdat dan ga je alleen maar nog harder in dat triggering zitten. En dat is ook hetgeen dat we hier hebben met die spiegelkaart. De extra boodschap hebben. Wie of wat triggert er jou? Wie of wat spiegelt jou? Wat wil jouw realiteit en nu ervaart? Wat wil jou dat zeggen? En hoe meer dat je daar iedere keer die reflectie maakt om het te gaan leren begrijpen, maar gaan leren begrijpen niet vanuit je logische verstand, maar vanuit wie dat je bent. En dus vanuit dat hogere bewustzijn, vanuit dat hogere spirit en de dingen dat we nog niet weten, hoe krachtiger dat jouw energie gaat worden en hoe krachtiger dat je gaat kunnen staan in het belichamen van jouw essentie. Dat is een hele belangrijke en mooie boodschap vooral. Wauw. Goed, dat was het voor. Ik moet zien dat ik hier de juiste kaarten bij de juiste leg. En dan nog, ja. Het is wat het is. Dat was het voor de watermannen of de mensen in het oudstehuis. Dan gaan we over naar weegschaal en dat is om 12:05. Weegschaal of de mensen in het zeemstehuis. Dus zeemstehuis, in Noordnode in het zeemstehuis of in Noordnode in weegschaal. Wat is de uitdaging? De mogelijke uitdaging of de belangrijkste uitdaging om nu het over mij te hebben voor de maand november. Wat is de uitdaging voor de weegschaal en de noordnode in het zeemstehuis? Voilà. Oeh, dat lijkt me wel een leuke. Het heeft te maken met aantrekking en manifestatie, maar je ligt ondersteboven. Dus we gaan zien waar dat het. Waar zijn mijn kaarten nu? Ah, hier. Ze liggen ondersteboven, waardoor ik ze niet herkende. Misschien is dat ook wel iets. Iets waar je eigenlijk jezelf aan saboteert: dat er al heel veel signalen en synchroniciteiten zijn. Om te tonen dat je aan het manifesteren bent, maar dat je ze als dusdanig niet herkent, omdat ze op een andere manier getoond worden, zoals dat jij het in je hoofd hebt. Geloof me. Er zijn al heel veel vaak dingen waar dat je dan, die er gebeurd zijn, en dan zeker ook aan mijn tweelingen had, en dat ik dan nadien dacht van, oh my god, dat was een teken, en dat was een teken, en dat wou dat zeggen. Maar ik had het niet gezien, omdat. Een belangrijk inzicht, een belangrijk puzzelstukje, een belangrijke informatie, ik had het niet, dus kon ik het er ook niet aan linken. Dat is uiteindelijk hoe dat alles werkt. Wat krijgen we? Oeh, een heleboel. We hebben de vis met resources. Toen moet je ook denken aan emoties. Dus je moet leren die emoties op de juiste manier gaan te interpreteren. Zeker als weegschaal, omdat je dan altijd zo die oefening hebt, die balans wilt houden. Het heeft ook te maken met netwerk, sowieso, want we krijgen ook de netwerkkaart. Maar weegschaal is ook de zodiac van het netwerk. En we krijgen ook de stepping stones. Dus. De dingen die je niet ziet, wanneer dat gaat over het aantrekken en je manifestatie, is dat eigenlijk in jouw emoties dat belangrijk is dat je daar jou al overvloedig voelt.
dat je daar al de verbinding voelt met jouw financiën, met het overvloedige leven, met geld, met wat dat is dat je wilt gaan manifesteren. En dat je dan, en dat is hetgeen waar ik ook uiteindelijk over spreek in de cursus Manifesteren met de Elementen. Je kan niet gaan manifesteren wanneer dat bepaald ding nog niet in jouw cirkel van invloed ligt. Dus daarom hebben we mensen nodig. En dat gaat ook een zijn van de belangrijkste dingen die je als noodnode in weegschaal te leren hebt. Hoe dat je jouw netwerk, de mensen om jou heen, kan gaan gebruiken in jouw voordeel. Niet vanuit een negatieve manier, maar vanuit van hoe kan ik gaan samenwerken? Wat betekent het om dingen te ontvangen van mensen, waar ik dan op een andere manier dingen kan gaan geven? En dat betekent natuurlijk dat we dingen moeten op bepaalde stukken gaan doen. Dat we enerzijds de groei, de verschillende stappen moeten gaan zien, maar ook moeten gaan zien welke spirituele groei dat voor jou brengt. Want waar gaat manifestatie over? Manifestatie gaat over op welke manier kan ik in die persoon groeien door alle elementen dat ik nu ter beschikking heb. In order, hè, om dan uiteindelijk de manifestatie, de wensvervulling dat ik eigenlijk voel, dat ik de visie dat ik heb, om die uiteindelijk dan te kunnen gaan manifesteren. Wauw. Wat is de talent en kracht voor jullie om met deze uitdaging op een goede manier om te gaan? Wat is de talent en kracht? The Warrior Woman. Wauw. The Warrior Woman met Have you answered your deepest calling? Misschien kun je er ook een screenshot van nemen als je dat wilt. Want The Warrior Woman, die brengt eigenlijk de beide delen in onszelf naar boven. Die brengt enerzijds dat krachtige, die gezonde mannelijke energie naar boven. Van actie ondernemen en je waarheid spreken. En kut tekort met de dingen die niet in je leven passen. En dus niet bij je visie en je manifestaties passen. Maar niet vanuit controle of machtslust of hoe noem je dat. Maar wel vanuit een diep vertrouwen. Een overgave. En ook op een liefdevolle manier. Dus vanuit die combinatie en die samenwerking tussen enerzijds de geheelde mannelijke energie en anderzijds de geheelde vrouwelijke energie. En dus vanuit die eenheid. En dat is de mooiste plaats om te gaan manifesteren. Dat is de bedoeling, dat we allemaal op die manier gaan manifesteren, want dan zullen we uiteindelijk ook tot instant manifestatie komen. En daar gaat mijn kaart. En de kaart is open dishonor, humiliation, punishment, abusive, shutdown, caught, nowhere to run, sensuous, servant and vulnerable. Ja. We gaan dus, wacht hè, want dat was extra advies. Extra advies. Kijk, ik heb ook het gevoel dat er heel veel op jullie schouders ligt op dit moment. Omdat je niet ziet hoe dat je het zou kunnen gaan manifesteren. Hoe dat je het echter zou kunnen trekken. Dus het is belangrijk dat je die dingen gaat gaan erkennen. En we krijgen ook de curtain call. Dus waar heb je nog dat je het gordijn nog dicht houdt voor jezelf. En zie je nog te veel als iets buiten jezelf. Dus het is belangrijk dat je jouw attentie, jouw focus, jouw energie. Dat je echt die naar de juiste dingen gaat gaan sturen. En dat je dan krijgen we de person of air. Jullie zijn, of de weegschaal is ook een luchtteken. Dus dat je eigenlijk jou, dat is wat ik daarnet ook gezegd heb. Nu pak je het eigenlijk nog veel te veel vanuit de mind aan. Dus vanuit die vervormde mannelijke energie van actie doen, dingen bedenken, strategieën, uitschrijven, brainstormen, al die dingen. En er wordt eigenlijk gevraagd of gezegd van kijk, het is beter dat je gewoon eerlijk wordt met jezelf. Dat je veel meer naar die yoga-mindset gaat. En er zijn dan niet zozeer voor de yoga. Dat kan, je mag yoga gaan doen. Maar het heeft te maken ook met dat verzachten. Meer in die divine feminine, die geheelde vrouwelijke energie te gaan stappen. En dan ga je zien dat je op een andere manier die erkenning en die
dat succes of de appreciatie of wat dat ook is dat je wil gaan manifesteren of dat je wil ervaren, dat dat op een andere manier op je pad zal komen. Dus lang verhaal kort, het is goed om echt inderdaad als die warrior woman, of dat je een man of vrouw bent, daar gaat het niet over, om naar buiten te treden, maar het is super belangrijk om het evenwicht te houden tussen je hoofd, je mind en je emoties. Als dat er niet is, dan ga je inderdaad niet manifesteren wat je wilt gaan manifesteren. Zo, en dan gaan we over naar het laatste luchtteken en dat is van de tweelingen. De noordnode in tweelingen of noordnode in het derde huis. Dus als jij noordnode in tweelingen of noordnode in het derde huis hebt, dan is dit je boodschap. Wat is de uitdaging voor... Ben je all over the place? Of misschien zou je dat gevoel hebben. In de maand november. Ik kreeg ook twee kaarten. We gaan zien. We kregen power. Met understanding reality. En dat is geen wat ook Waterman gekregen heeft. En wat kregen we erbij? Energie en flow. Maar allebei ondersteboven. Dus we gaan eens zien wat dit nog meer wilt gaan zeggen. Wat geven we de moves? Met powerful, dus wereldpower, independent, state alleen. Attitude is everything, confidence, solidarity. Oh, oké, ik denk dat ik al voel waar dat heen gaat. En net zoals weegschaal hebben tweelingen ook twee kanten. Soms twee versies van zichzelf. En dat is niet slecht, dat is niet goed, dat is gewoon hoe dat is. En dan krijgen we de stallion, maar ook omgekeerd. En de stallion heeft ook te maken met vrijbreken. Dat is ook eigenlijk hetzelfde beetje zoals die moes, het onafhankelijke. Maar met sterke emoties, ook weer gericht op vrijheid. Dat krijgen we hier twee keer. Dus heb je het gevoel, het kan zijn dat je... de grootste uitdaging die je gaat tegenkomen is dat je het gevoel zal hebben. En we krijgen ook nog de bird, maar dat je ook, zie weer die twee. Dat je moet misschien met... twee versies in jezelf gaan leren dealen, leren omgaan. Want hetgeen wat ik ook kreeg met die twee kaarten, je hebt enerzijds power met understanding, dat is vanuit de mind, vanuit logische verstand. En dan anderzijds hebben we energie met flow, die veel meer vrolijke energie is. En dus het idee en de boodschap dat ik hierbij kreeg, zeker dan nog met de moes, die gaat over vrijheid en het gevoel was dit en vrijbreken. En dan de vogelkaart, waar er twee opstaan die aan het communiceren zijn met elkaar en allerlei dingen aan het onderhandelen, bij wijze van spreken. Dat het belangrijk is dat je voor jezelf helder krijgt in de maand november. Wat dat nu eigenlijk is, om betekent om je ware zelf te zijn. Wat betekent het nu om vanuit die beide energieën, dus je ene mannelijke en de andere vrouwelijke energie, om van daaruit gewoon in de wereld te staan. Om van daaruit, waarschijnlijk is dat je grootste uitdaging hier, en zelfs in het leven, en niet alleen voor november. Maar om te gaan voelen, ik ben nu eigenlijk nieuwsgierig, het derde huis gaat ook over communicatie. Taal, educatie, transplantatie en ook uw broers en zussen, siblings, ook technologie en taal. Dus dat heeft daar ook mee te maken. Want wanneer je niet weet op welke manier je communiceert, en je niet weet hoe je gevoelens te communiceren, en je niet weet hoe je ideeën moet gaan communiceren, dan loop je tegen heel veel obstakels aan die anders een stuk makkelijker zouden kunnen gaan. Daarom staat er ook bij Moose, attitude is everything. En waarschijnlijk heb je ook geleerd doorheen je leven om bepaalde gedragingen, kopiemechanismen aan te leren om staande te blijven houden in deze wereld. Maar het is ook belangrijk dat je die twee versies, als je die twee versies in jezelf voelt, dat je die ook gaat herkennen. Want het is maar door dat je ze allebei gaat gaan herkennen. En herkennen en zien voor wat ze zijn, met alle flows en alle goede dingen, dat je ze op een constructieve en efficiënte manier kan gaan laten samenwerken. Wat is jouw talent en kracht?
Talent en kracht. Voor. Shambhala initiations, retreating to recharge, trusting in a process en dharma. Dus dharma is eigenlijk goede karma. Dat is de kaart. Dus je talent en je kracht is naar binnen gaan. Tijd en ruimte voor jezelf en vertrouwen hebben in het proces en de dingen die zich aandienen. En niet proberen controle te nemen over allerlei dingen. Niet proberen je constant aan te passen aan anderen. Niet proberen je constant uit te leggen, te verantwoorden aan anderen. Dat hoeft niet. Het doet mij denken aan het human design systeem. Zeker als je manifester bent, maar ook anderen hebben dat patroon in zich, dan worden we eigenlijk geleerd om altijd maar te rechtvaardigen en ons te gaan uitleggen aan anderen waarom dat we bepaalde keuzes maken. En soms is dat goed, omdat dat dan weerstand bij de anderen wegneemt. Maar op den duur gaan we daar zodanig ver in, dat we het eigenlijk voor onszelf moeilijker maken. Waardoor je eigenlijk bruggen voor jezelf gaat gaan kapot maken. Ik weet niet waarom dat ik dat moet zeggen, maar waarschijnlijk als maar één iemand die er iets aan heeft, dan is dat oké. Maar dat is nog extra advies voor onze tweelingen. Wat is het extra advies voor onze tweelingen? Dan krijgen we de cabin lonely. Dus het is echt belangrijk dat je in november de tijd, voldoende tijd neemt om alleen te gaan, om je te ontkoppelen van alles en iedereen om je heen, want het is maar pas in die momenten dat je helemaal alleen bent, dat je gaat voelen wat het betekent om je eigen energie te zijn, om gewoon jezelf te zijn. En we krijgen dan de grapes met abundance, met overvloed. En onderkant, unconditional love. Ja, ik kan niet anders dan het gevoel dat ik heb gehad en hetgeen wat de kaarten mij tonen, is gewoon de boodschap van leer met die dualiteiten in jezelf om te gaan. Herken ze waar dat ze zijn. Omarm ze, want het is ook een kracht. En dan ga naar binnen. Ga gaan discussiëren met die innerlijke stem in jezelf. Van wat is het nu dat we willen? Wat is het we dan, hoe willen we vooruit? En sluit je af van de slotspartners. Of ga eventjes een aantal dagen alleen weg. Al is maar een weekend. Het maakt mij niet uit. Tijd alleen is zo belangrijk. Zeker wanneer je een hele drukke leven hebt. Een heel drukke agenda. En kinderen hebt waar je overal moet gaan toebrengen. En allerlei verantwoordelijkheden mee moet bezighouden. Het is maar pas wanneer je van alles wegstapt. Dat je gaat zien waar je zelf tekort is. En waar je jezelf in veel te veel bochten wringt. En in versies van jezelf duwt die eigenlijk niet echt jou zijn. Voilà, ik ga het hierbij laten. Geniet van jouw tijd alleen, zou ik zeggen. Heb je persoonlijk advies nodig, dan kan je altijd een reading of een sessie reserveren. En natuurlijk zijn ook de cursussen er en de trajecten om te leren werken met de vlammen, met de energieën, om jezelf te gaan healen. En je eigen ontwikkeling in handen te gaan nemen. Zo, dat was het voor nu. Ik ga deze video uploaden en dan straks nog de vuurtekens doen. En dan zijn we daar ook weer klaar mee. Tot de volgende!